Het kruisen was best een probleem dit jaar. Op het moment dat ik de meeste bloemen had, was het veel te warm. Gevolg hiervan is dat de bloemen geen vrucht zetten. Nu de planten afrijpen, haal ik de laatste bessen eraf. Ik laat de bessen nog wel narijpen in bakjes. Uit de rotte bessen moet ik het zaad wel snel uithalen. Uiteindelijk wel redelijk wat bessen, maar van een aantal kruisingsouders niets geoogst. Ook veel met maar één of enkele bessen. En dit zijn labels van allemaal mislukte kruisingen. Na de vele regen even op mijn proefveld gekeken. Mijn eetaardappelen waren op, dus maar even wat rooien. De einden van de rijen liggen iets hoger en vol op de wind, dus viel het rooien niet tegen. De opbrengsten gaan dit jaar tegenvallen. Dit is een vroege frieter en heeft door zijn hoge droge stofgehalte al vroeg een goede smaak. En dan toch maar begonnen met eerstejaars klonen rooien. Het rooit zwaar omdat het nog nat is en na zoveel regen wordt de grond er niet beter op. Hier moet ik plant voor plant apart bekijken, omdat ze allemaal verschillend zijn. Volgende keer ga ik hier verder op in. Bedankt voor het kijken.